Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken deze nieuwe aflevering van de Minecraft Survival. En jullie vragen je misschien af van, waar ben je nou? Heb ik een aflevering gemist of zo? Nee, dat heb je niet. Ik heb dit off-cam gebouwd, dit is een automatische fishing farm. En ja, wat het doet eigenlijk, ik kan hier AFK gaan. Ik ben net een paar uurtjes AFK geweest hier zo. En ik vang dan automatisch vissen. Dus eigenlijk alles wat ik hoef te doen is mijn rechtermuisknop ingedrukt houden. Dus daar leg ik dan gewoon een plakband of zo op, zeg maar. Dat is zwaar, dan blijft de muisknop ingedrukt. En dan vang ik op die manier automatisch vissen. En hopelijk kan ik er nu even een vangen om te laten zien aan jullie. Het ziet er niet echt naar uit. Nou, in ieder geval, wat er gebeurt, als ik hier zo sta, dan gooi ik de hele tijd met mijn hengel. Maar omdat ik op de deur klik, kan ik de hengel niet binnenhalen. Maar als ik zeg maar bait heb, dan gaat dobber uit tripwire. Dus dan kan ik automatisch gaat de deur open en dan haal ik hem binnen. Dus op die manier kan ik automatisch vissen. En al de vis wordt hierin verzameld. Ik heb al. Nee, wacht. De vis wordt hier verzameld. En ik ben een paar uur even kijken geweest. Ik heb niet gekeken, dus. Oh, dit is niet goed. Even kijken. Dat is niet de bedoeling dat die hengels daar zou liggen. Oh, ik snap het al. Het komt omdat ik net die deur open heb gedaan. We moeten wel even uitzetten. Dat helpt. Ja, oké. Alles wordt hierin verzameld. Ik heb al niet gekeken, dus laten we hopen dat er veel in zit. Best wel veel goede dingen. Twee zadels. Een best wel goede hengel. Of zo doen. Een andere hengel die ook wel oké is. Een goede boog en nogal een redelijk goede boog. En een goed boek. En een name tag, is ook niet verkeerd. En aardig wat vis. Ik ben best wel tevreden over de vangst. En hierin kan je hengels stoppen. Dan krijg je automatisch hengels in je inventory. En deze manier kan je dus automatisch vissen. Ik heb het ding ook aangesloten op deze deur. Dus heel zorgelijk dat ik geen hengels oppak nu. Want hij gaat automatisch hengels naar me schieten. Dat is handig voor als je AFK gaat. Als je dan je hengel breekt, krijg je automatisch een nieuwe. Maar dit is ook aangesloten op deze. Dit ding. Dus als ik erin sta, ben ik altijd veilig. Dus even kijken. Dit allemaal weer terug naar één ding. En nog een manier hoe ik hem dicht kan doen vanaf de buitenkant is hier zo. Ik ga in dit hoekje staan. En hij gaat automatisch dicht. Hoe ik dit heb gedaan is met een minecart die zo hier zo heen en weer rijdt. Want je kan hem net door het hoekje heen duwen, zeg maar. En op die manier kun je hem open en dicht doen. En je kan hier ook nog spullen erin stoppen, maar dat boeit niet zo heel veel. En ik ga even slapen, dan is het weer dag. Oké. Dus dat heb ik even off-cam gedaan, want het is toch niet mijn eigen design van dat ding. Oh, daar is een zombie gespawnd. Daar moet ik even een torch plaatsen. Ik wist niet dat daar mobs konden spawnen. Niet meer. Als het goed is. En ondertussen spawnen er ook steeds Iron Golems hier, zo ben ik achtergekomen. Oh, en hij is aan het zinken. Jullie kunnen nu waarschijnlijk echt helemaal niks zien. Maar ik zie zelf ook niet veel, dus dat scheelt. Oh, even ademhalen bedoel ik. Oké. In ieder geval, die dingen spawnen hier steeds omdat ik daar al villagers heb. Dat ding heb ik trouwens ook nog wat groter gemaakt. Zoals jullie kunnen zien. En nu spawnen er steeds Iron Golems hier zo. Ik heb er al wat iron van verzameld. Maar nog niet echt heel veel. En ja, het wordt vandaag misschien trouwens een wat korter aflevering omdat ik. Ik heb het heel druk met leren en zo, dus ik heb niet echt veel tijd. Alleen waar ik nu wel mee zit, dit is niet echt heel mooi zoals dit uitsteekt. Dus ik zit er misschien over na te denken om hier zo een soort van rivier door de berg heen te maken. Want ik denk dat het er best wel cool uit zou zien dat het gewoon daar vandaan, hier naartoe. Dan sluit het hier ergens aan, want dit is van hetzelfde ravijn nog. Alleen zit er een wand tussen om een van de reden. Maar dan komt hij ongeveer hier zo uit. En aan de andere kant moet ik even een gat door de berg heen graven. Maar dan kom ik ongeveer
Even kijken, dan kom ik ongeveer daar zo uit. Hier ergens. Bij dit meertje. Dus dat is best cool dan. Maar ik weet echt niet of ik dat ga doen, want het kost wel veel moeite om het al uit te graven. Maar ja. Ondertussen kan ik gewoon nog makkelijk wat pigs killen. Zo, dan gaat die beest hier gewoon respawnen. Hier vraag je misschien af van Sander, wat wil je gaan doen deze aflevering? En dat weet ik zelf eigenlijk ook niet. Ik weet gewoon nog niet wat ik zal gaan doen, maar ik had haast en ik had geen tijd om iets te bedenken. Dus ik denk, ik start gewoon met recorden en dan verzin ik gaandeweg al iets. Dus ja, dan krijg je dit soort dingen. Even kijken hoor. Oh ja, nog iets wat ik wilde laten zien. Is dat ik heb AFK nog wat. Ik bedoel, offcam nog wat getrade met de villagers. En ik heb nu aardig wat. Hoe heet die dingen? Emeralds. Dus dat is ook best nice. Heb ik verder nog wat offcam gedaan? Nee, niet echt volgens mij. Toch? Nee. Ik kan me niet voorstellen eigenlijk. Zoveel doe ik nou ook weer niet offcam. Dus. Ik kan dus wel de villagers wat extra credits geven dat ze weer gaan breeden. Hoppakee, veel succes mee. En maken we dat ding daar ook nog wat groter, dan kunnen we ook meer villagers. Ik had nog twee deuren volgens mij. Voeg die hier gewoon even bij. Ik kan zo meteen even op het project board kijken of er nog dingen op staan die ik kan gaan doen. En hier doe ik gewoon nog een deur, joh. Waarom niet? Hoppakee. Oké, wat kan ik gaan doen? Quad Witch Farm, dat is niet echt iets voor nu. Guardian Farm niet echt. Iron Farm niet. Passive Mob Farm niet. Hostile Mob Farm niet. Blaze Farm niet. Wither Skelly Farm misschien. Mob Spawner Farm. Ik heb nog geen Mob Spawner, dus daar zit een beetje het probleem. Ender Farm. Ik ga nog niet naar de End. Villager Trading Hall wil ik eerst een Villager Breeder voor hebben. Slime Farm. Daar ben ik al mee bezig, soort van. Strip Mine. Ja, ik ga wel aan de Strip Mine werken. Even kijken hoor. Dan stoppen we deze hier in de kist. En dan gaan we gewoon. Ik heb al wel een Strip Mine, soort van. Alleen hij is nog niet echt mooi. Ik moet hem nog even een beetje mooi maken, gewoon. En dat gaan we. Oeh, wat voor materiaal ga ik ervoor gebruiken? Aan de ene kant wil ik hout gebruiken, maar. Oké, ik ga gewoon hout gebruiken. Fuck it. Dat hebben we verder nodig. Torches misschien nog. Pak gewoon wat kool voor. Kan ik altijd nog torches maken. En ik maak even een extra pickaxe voor de zekerheid. Even kijken hoor. Wat ging ik doen? Oh ja. Ik zal voor zeker ook even een Fortune Pickaxe meenemen voor als ik diamonds vind of zo. Fortune 3 en een Fortune 2. Volgens mij heb ik dit jullie al een keer laten zien, maar ik weet het niet zeker. Ik heb een keertje deze gang uitgegraven. En wat mij gewoon. Ik ga niet heel uitgebreid mooi iets maken, maar gewoon een. Simpel iets dat er wel een beetje cool uitziet. Gewoon dat ik. Als ik er zin in makkelijk kan gaan strip minen. Dus het plan is om overal gewoon zeg zo'n klein beginnetje te maken. En telkens palen tussendoor te zetten. Dus dat je eigenlijk zoiets krijgt. Het is niet het allermooiste design. Oeps. Misschien dat ik het later nog een keer beter ga maken. Of mooier of wat dan ook. Ik blijf ze. Verkeerd plaatsen. Kijk, hoe ziet dit eruit? Dit ziet er op zich best oké uit nog, vind ik. Dan. Hier weer.
Ja, gewoon zoiets. Het is best prima, denk ik. Heb ik eigenlijk nog spullen in deze kist zitten? Nee. Oh. Ik dacht, misschien zitten er nog diamonds of zo in. Niet dat die kans heel groot zou zijn, maar het zou toch mooi uitkomen natuurlijk. Ik ga gewoon door totdat mijn hout op is nu. En dan ga ik misschien nog even een klein stukje strip minen. Dus. Ik zal trouwens ook van een linkje in de beschrijving zetten als ik eraan denk. Van die ene fishing farm die ik heb gemaakt. Dat kunnen jullie hem ook gebruiken, want hij is best wel cool. Hij werkt ook op multiplayer. Ik ga er zelf geen tutorial van maken, omdat hij niet van mij is, zoals ik eerder had gezegd. Maar ik denk dat jullie het ook zeker wel waard vinden om te maken. En zo niet, stel je niet aan. Je hoeft er niet per se op te klikken. Misschien moet ik ook nog iets in het dak maken, zo'n ding steeds. Ja, ik denk dat ik dat wel ga doen. Wat ik bedoel is, zeg maar. Zo'n ding. Ziet het er mooi uit? Ik vind van wel. Dus dan krijgen we zoiets. Het ziet er wel een beetje hoekig uit nog. En ik vind het niet mooi dat de materialen steeds ertussen anders zijn. Dat ga ik misschien later een keertje off-cam doen. Want het boeit jullie toch niet om dat allemaal te zien steeds. Maar ja. Trouwens, ik krijg de laatste tijd ook veel regelmatig op vragen van ja, kan je niet vaker gaan uploaden, 3 keer in de week of zo. Maar ja, dat gaat denk ik niet echt lukken, want ik heb nu al een probleem zeg met 2 keer in de week uploaden, zoals deze video. Ik zit het nu even kijken, het is nu 4:50 en ik wil deze video om 5 uur online hebben. Dan moet ik hem nog recorden en nog editen. En nog uploaden. Dus ik heb nu al moeite met 2 video's per week. Dus dan een derde video per week gaat nog moeilijker worden. Dus ik heb het ook gewoon heel druk met school nu. En bla bla bla, nog meer standaard gezeik. Maar misschien dat ik het later wel ga doen. Maar voor nu zit er gewoon niet in. En nog iets waar ik het over wilde hebben is. Ik krijg ook regelmatig vragen van kijkers van. Wil je een keertje samen met Minecraft spelen of wil je een keertje samen met me recorden of zo? Maar zeg maar, ik heb nu bijna 300 abonnees en ik kan niet met iedereen een keertje gaan spelen samen en dan gaan recorden, want dan ik heb gewoon die tijd niet. Dus wat ik misschien van plan is om binnenkort een keer te gaan doen, ik zeg nog niet wanneer of wat dan ook, is om misschien te gaan livestreamen. En dat ik dan gewoon met een hele groep tegelijk van jullie ga spelen. En dan minigames ga doen of zo, weet ik veel. Iets dat jullie leuk vinden. En dat kan misschien ook best leuk zijn. Dus ik weet niet of jullie dat leuk lijkt. Mijzelf lijkt dat wel de beste optie in ieder geval om zoiets te doen. Maar laat me eens even weten van of het een goed idee lijkt. En of je dan mee zou doen als er zoiets zou zijn. Zeg niet per se dat je dan echt mee moet doen of dat je dan ingeschreven staat, maar dan weet ik gewoon of er een beetje vraag naar is, zeg maar. En ik ga verder echt nog geen datum prikken. Het kan nog heel lang duren, het kan misschien nooit gebeuren, maar dan weet je ook in ieder geval van het plan. Ik vind wel veel redstone trouwens. Alleen geen diamonds nog. Maar ik ben ook maar nog. Oeh, een cave. Maar ik ben ook nog dit stukje aan het minen, dus. Oh, deze cave is helemaal op bedrock niveau. Oké, hopelijk zitten er geen monsters. Ja, moet je kijken. Deze cave is helemaal in het bedrock. Dat zie je niet echt heel vaak eigenlijk. Ik heb wel een keertje een mineshaft gezien die echt helemaal door het bedrock heen ging. Wacht, welke hoogte is dit? Dit is hoogte 3. Oké, interessant.
even eruit pilleren. Oh, ik zie het al. Dit stuk had ik uitgemined vanwege de redstone die hier zat. Even kijken of ik nog geluk heb om iets te kunnen vinden zo snel. Ik ga door tot deze 8 toortjes op zijn en dan ga ik weer naar boven. Oh, dat is gravel. Ik heb echt een hekel aan gravel als ik ga minen. Want het valt altijd in de weg en dan kan je het weer niet breken met je pickaxe. Daarvoor moet je weer een shovel meenemen. Het is echt super irritant. Oh, nog meer redstone. Zoveel redstone heb ik helemaal niet nodig, joh. Nou ja, eigenlijk wel. Maar ik ga nog een keer een witch farm maken. En daar krijg ik ook heel veel redstone van. Ik gebruik trouwens mijn Fortune 2 pickaxe op redstone en zo. En ik gebruik mijn Fortune 3 alleen op diamonds tot nu toe. Of misschien heb ik ook wel eens redstone gehakt met Fortune 3. Maar ik vind het niet echt nodig, want ik heb echt aardig wat redstone. Oh, ik ben in een cave uitgekomen. Dat is interessant. Ik ben er al een keer geweest hier, toch? Ja, ik ben er al geweest. Is dit in de buurt van iets anders of zo? Nee, oh nee, wacht. De slime farm is een stuk die kant op volgens mij. Als ik het goed heb. Even kijken. Oh, dat is hier zo. Nou, en als het goed is, als ik hier zo heen ga, kan ik hier zo weer naar boven komen. Dus doen we dat gewoon een keer. Je hebt waarschijnlijk geen flauw idee waar ik heen ga, omdat jullie de weg hier niet weten. Even kijken. Ja, dan moet ik hier eens naar boven. En dan ben ik hier bij de villagers, zeg maar, daar zo. Dit gebruikte ik, heb ik helemaal in het begin nog gebruikt een keer om cobblestone te farmen. Dat was volgens mij toch toen ik het dak van mijn huis ging maken dat ik cobblestone nodig had. Oké, laten we slapen. Oh ja, ik had trouwens een tweede kist. Had ik dit laten zien al? Ik weet niet meer. Ik heb een tweede kist voor geenchante boek, omdat het niet meer paste. En ja, die heb ik nu. Oh, ik ga die konijn daar al eraf schieten. Heb ik al een boog? Deze kist. Ja, ik heb een boog. Oké. Oh, één schot, hè. Oké, deze ga ik een 360 op doen. Oh, ik miste. Nog een keer. Zo. Nee, ik miste alweer. Oh, dat was een 720. Oh. 720 quickscoped. Als ik nu niet lui ben en de video komt waarschijnlijk toch al te laat online. Als ik nu niet lui ben, ga ik zo een heel MLG ding eroverheen editen van dat ik hem killde. En ja, dat gaat leuk worden. Of ik ben gewoon lui of ik weet niet hoe het moet en dan doe ik het lekker niet. Hier. Maak ik nog een wolf. Het is best wel zonde van mijn voedsel, maar ach. Je moet toch wat over hebben voor je honden. Kijk, er is weer een nieuwe Iron Golem. Als ik even hier ga staan, sta ik veilig voor hem. Oké, hij heeft ontdekt dat hij eromheen kan lopen. Dan moeten we maar even snel zo killen. Die dingen zijn trouwens echt ontiegelijk sterk. Als die dingen je één keer raken, ben je zo ongeveer gelijk al dood. Soms ben je zelfs in één keer al dood. En we hebben weer 5 iron erbij. Als we wat iron erbij hebben, dan kan ik misschien over een paar afleveringen de super mega gigantische iron farm maken die echt super OP is. Maar nu nog niet in ieder geval.
Want dus dit ook wel verfarmen. Als jullie trouwens nog kleine projecten hebben die ik gewoon in aflevering kan doen, zoals deze, dan moet je het even laten weten. Want ik heb al van die heel grote projecten, maar ik heb kleinere projecten ook nodig. Om kleine dingetjes waar ik aan kan werken. Zodat ik gewoon afleveringen zoals deze kan vullen als ik niet zo heel veel tijd heb. Want zo'n grotere aflevering, dat is meer als ik gewoon echt een hele middag de tijd heb. Dat ik gewoon zeg van nou, ik ga nu een stukje recorden. Dan doe ik aardig weer wat werk en dan kan ik weer een stukje recorden. Maar dat gaat nu gewoon niet lukken als ik te weinig tijd heb. Dus, maar nu heb ik gewoon van die video's waar ik eigenlijk niks in doe. Zoals in deze, dit is heel improductief. Of zoiets, voelt het Kate. Dus, daar wil ik verandering in brengen. En ik zal even trouwens de afleveringen erbij pakken van de vorige aflevering. En dan zal ik, ga ik de video beëindigen. Dus tot zo. Ik moet niet op escape drukken. Ik moet op F12 drukken om te stoppen met recorden. Tot zo. Oké, ja, ik heb even de comment opgeschreven. En de comment van deze aflevering is, of nou ja, van de vorige, is: zou je ook een facecam willen gebruiken? Want ik ben benieuwd hoe je eruit ziet. En dit was de comment van Ruben van Vessem. Vorige keer had ik je naam volgens mij niet goed geschreven. Volgens mij nu wel, hoop ik. Anders zou het helemaal vervelend zijn. Maar, facecam. Ik heb zelf geen webcam, dus ik kan het momenteel niet doen. Ik ben van plan misschien om binnenkort eentje te gaan kopen, maar ik vind zelf dat een facecam voor gameplay niet echt heel erg veel. Nou, voor sommige gameplay voegt het wel toe, maar voor de meeste dingen is het meer echt gewoon iets dat in de weg zit en irritant is. En als je weet hoe ik eruit zie. Misschien dat ik nog even, als ik niet lui ben, een foto van mezelf nu in de video edit. Waarschijnlijk niet. Maar misschien komt er een keertje een facecam. En ik hoop dat ik hiermee vragen heb beantwoord. En ik vraag ook nu allemaal jullie. Laat in de comments even weten of jullie een facecam belangrijk vinden. En of jullie, ja, zijn jullie ook heel erg nieuwsgierig hoe ik eruit zie. Of boeit jullie eigenlijk gewoon niet zoveel. Want dat is informatie die ik wel kan gebruiken gewoon om de kwaliteit van mijn video's te verbeteren. Dus ja, dat. Dan ga ik jullie bedanken voor het kijken. Vergeet de video niet te liken, want likes heb ik best veel aan. En vergeet niet te abonneren. Want ik heb bijna 300 abonnees, dat is best veel. En ik heb trouwens ook bijna 100 video's. Misschien is dat, ga ik nog een video maken van 300 abonnees en 100 video's special. Dat ik die twee gewoon samen doe als special of zo. Ik weet nog niet wat ik precies ga doen. Maar dan zie ik jullie in de volgende video. Doei!